als hoogbegaafden in een relatie, het is ook niet altijd evident. En eigenlijk, als je er even bij stilstaat, als je vandaag een beetje gevrongen zit in je relatie, dat er toch wel wat spanning is, stel jouzelf dan eerst eens de vraag, zie je jouzelf eigenlijk graag? Want het is eigenlijk logisch als je jezelf nog niet graag ziet, als je dat snelle denken, dat ander zijn, dat alien gevoel voor jezelf nog geen plaats hebt kunnen geven, dan gaat zich dat onvermijdelijk ook vertalen naar jouw partner, naar jouw kinderen eventueel. Dus daarom is het zo super belangrijk, en we zien dat in ons groepstraject heel veel, dat er heel veel zelfreflectie is, dat we veel kennis delen rond hoogbegaafdheid, maar ook rond andere tools zoals de groeimindset, het kunnen geloven dat je altijd potentieel hebt om grenzen te verleggen. Grenzen wil ook zeggen dat je dus goed kan samenwerken met normaal begaafde collega's. En vooral ook jouw waarden, jouw normen, wat vind je nu eigenlijk echt belangrijk. Al die elementen van zelfreflectie zorgen er nogal eens voor dat in ons COVID-groepstraject, dat er nogal een keer meerdere zijn die na één of een paar delen wel echt zeggen dat ook de partner het verschil merkt. Het is geen eenvoudig traject, want zeker de snelle denkers die zich vastgebeten hebben in hun job, omdat ze daar heel rationeel aan de slag kunnen, gaan natuurlijk de reis aan om een emotionele kant te leren ontdekken. Het zijn ook degenen die zeggen van ja, emoties, nee, ik ken het niet, ik ben een hele rationele mens. Meestal, en ik was zelf ook trouwens zo, de hoogbegaafden die zeggen dat ze heel rationeel zijn, zijn eigenlijk heel emotioneel en hebben door de jaren heen rond die emoties schilletjes gemaakt. Hè, een soort van firewall gezet, omdat je zoveel gekwetst wordt, omdat je als hoogbegaafde zo intens alles meemaakt en dat dus echt, als je dat te persoonlijk opneemt, echt je gaat beginnen beschermen tegen het risico. En daardoor dat je denkt dat je niet gevoelig bent, terwijl dat het net tegenovergestelde is. Je bent zo gevoelig dat je het niet meer aan kan om het nog te voelen. Dan hebben we zeker een heel interessant traject voor u. Een eerste stap voor alle duidelijkheid. Weet dat emoties en zelfontwikkeling niet op één dag kan gebeuren. Maar weet dat je op één dag door in contact te komen met andere mensen met gelijkaardige uitdagingen en daar al een reeks tools en reeks inzichten te krijgen en er ook direct mee aan de slag te gaan, dat je zeker ook al het startschot gaat voelen om een groeitraject in gang te steken waar er heel mooie grote dingen kunnen gebeuren. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan zeker naar onze bootcamp voor de Week van de Hoogbegaafdheid. Hebben we een speciale nieuwe formule ontwikkeld, één dag met ontwikkelingsgelijken, de kans om te groeien als hoogbegaafde volwassenen, niet alleen in een professionele omgeving, hè. Ik zeg dat veel, hè. Kunnen werken met je collega's en al die dingen, maar zeker ook op persoonlijk vlak, vooral omdat je jouw eigen graag kan, mag, ik zou zelf bijna zeggen moet, ik zeg altijd dat moet niet mag, niet moet, maar ik zou in deze toch zeggen bijna, je moet jezelf graag zien om anderen graag te kunnen zien. Mildheid, zachtheid, erkenning van die kenmerken en van daaruit met alle schakering van emoties aan de slag. Dus ben je geïnteresseerd? Klik zeker op de link en vraag een intakegesprek en dan zien we elkaar misschien terug op onze bootcamp. Doei!